Al die cadeaus, jongens. Echt ziek. Echt heel erg. Ik heb dit denk ik jaren niet gedaan. En ik... Espresso Martini afgelopen. Ik heb nieuwe proteïnes van Body & Fit. En ik ben daar echt heel benieuwd naar. You just give me a... Goedemorgen allemaal. Welkom bij deze nieuwe week. Het is maandagochtend. Welkom bij deze nieuwe vlog. Goedemorgen. Morning sunshines. Morning. Rise and shine. Ja. Kijk, Kenza. Ik ging live. En toen gingen heel veel mensen zeggen: oh my god, weer Kenza ook bij jullie op kantoor. She is here, honey. Oh my god, you're so pretty. Ja. Je haar is zo mooi. Ja, je haar is echt insane. Maar ik wist, ik was echt vergeten dat jij zo'n lang haar had. Het is echt niet normaal. Zo lang. Wat gebruik jij? Tell me your secrets. Ja, eigenlijk dus elke... Silk solution. Ja? Oh. Ja, maar mijn haar is zo vettig. Ja. Rosemary? Like rosemary, ja, en also argan. Oh ja, en castor? Ja, en castor also. En when I have it only kennen hoor. I always have oil in my hair. Always. Oh, when I tie it back, I always have oil in my hair. Because why not? If you're using gel, why not? Yeah. First do a layer of oil. That's my secret. In de bedroom healthy. Rosemary, it smells so bad. Yep. Really? True, but that's why I mix it with argan oil. Oh, and then you don't smell. And then it's a little, less harsh. Maar laat eens even je mooie creatie achter je zien. Nou, ja, ik heb nog nooit gedaan. Oh. Niet? Nee, ik vier geen jaar. Nee, Sarah. Ja. Wauw, dat is echt... Maar you're a natuurtalent. Wat heb jij geleerd op je stage? Kerstboom optuigen. En bij welke competentie past dat? Ja. Bij welke competentie? Mag ik cureren van... Ik irriteer me alleen wel aan die paar lichtbolletjes daaronder. Ja, en ik zie één gat. Ik weet niet of iemand met mij het gat ziet. Ja, maar dat is een gat van een boom. Ja, dat geeft me ook echt. Nou jongens, het is inmiddels 10:50. Ik heb me even snel klaargemaakt. Ik heb deze super leuke trui aan van Naked. Deze ketting en deze armband ook. Oorbelletjes zijn van Shein. En deze broek is van de Kosten. Hoe leuk. En dan ga ik er nog zwarte hakken onder doen. Het thema is Christmas chic, maar ik wil gewoon even Christmas comfy. Maar deze hakken van Naked ga ik er ook bij doen. Kijk, dat maakt het meteen wel echt een stuk meer af. Dus helemaal cute. Nou, ik ben met mijn zus. Hey. We zijn onderweg. Ik dacht niet eens waar we heen lopen. Nee, waar moet ik daar heen? Ik heb wel even dingen aan. Het is 400 meter. Oh. Nou, 5 minuutjes ook. Dat hebben we wel. We zijn natuurlijk weer te laat. Isabel heeft ook weer de telefoon niet meegenomen. Ik ben weer vergeten. Hoe kan dat? Ja, ik weet ook niet wat jij allemaal doet. Maar goed. Ik heb een auto waar iemand overgebroken. Nee. Als dat gebeurt, dan ben ik er echt... Dan word ik echt bang. Maar we hebben dus een Lidl event. Ik ben heel benieuwd. Het zag er wel al heel leuk uit. Ik had een TikTok gezien dat ze het helemaal ging opzetten. Echt tering veel werk. Ja, what the fuck. Maar, nou, we gaan het zien. Ik ben echt heel benieuwd. Ja, het is een soort kerstdiner, maar in de middag. Zo zijn we heel overdressed. Ja, maar ja, het is een Christmas chic. Oh, dan is het goed. Ja, dus, nou, we'll see. You can never be overdressed. We zijn begonnen met de eerste gang. Dit zijn lekker broodjes en kaarsjes. Nou, lekker hoor. Nou, we hebben de volgende gang. Het is een soepje met, ja, dit is een soort gehaktbroodje en wat is dit? Zuurkool? Het is wel veel eigenlijk. Ja, maar lekker. Ja?
kijken. Ik ben wel heel benieuwd. Oh, daar wil jij wel van, ja. Oké, we hebben hier gehaktbrood met truffel peperoonsaus, kiprolade pesto, notenroos en cranberry saus. Nou, ik ben heel benieuwd. Ik ga het proeven. Ik ga het voor jullie proeven. Het is weer een hele taste test. Dit is met truffel, denk ik. Weer gehaktbrood, sorry. Ja. Het is dan mooi. Ja, ook. Okay. Echt lekker, ja. Dit is wel echt heel lekker allemaal. Nou, daar hebben we... Misschien ook wel gewoon asperges of boven. Oeh, dat zou top zijn. We kunnen nog een paar dagen bewaren, toch? Ja, nou, het is donderdag al. Ja, is lekker? Ja, is heel lekker. Truffel risotto. Nou, ik ben benieuwd. We hebben trouwens hier een cocktail. Deze is echt normaal. Deze gaan we echt mogen. Ja. Twee minuten. Ja. Mag ik eigen mandje? Ja. Karamel zeezout. Espresso martini achter of zo. Kameel. Het smaakt naar een puntje, smaakt nog. Ja. Lekker. Nou, Isabelle en ik hebben lekker gesport samen. Niet normaal. Had eindelijk een meer gedaan met de boetjeclub. We zijn nu lekker kippensoep aan het maken. Het is een famous kippenbout. Een receptje van Cecile, dus fucking lekker. Lekker groentes. Nou, helemaal gezellig, meid. Oh mijn god, jongens, kijk nou. Helemaal. Mensen het er lekker uit vinden zien of gehoor. Ja, ik denk dat je hiervan moet houden ook. Ja, maar wij houden van dik, vettig, viezig. Ja, lekker. Maar dit is echt een maaltijdsoep, zeg ja, maar. Dat wel. Kijk, ik vind dit heel lekker. Ik ook. Ik vind dit er heel lekker uitzien. Lekker kipstukjes. Ja. Dus we gaan het lekker eten en we hebben weer een broodje nog. Nou, Isabel is een tijdje weg. Ik had haar net even weggebracht. En ik ga even douchen, mijn haar wassen. Lekker mijn make-up afhalen. Echt, ik zie er niet uit met deze make-up. Wat is het nou weer? Ik heb lekker even de keuken schoongemaakt. En we hadden trouwens zo'n leuke goodiebag van de Lidl gekregen. Want we hadden een soort winkeltje nagebouwd. En dan mocht je dus zelf Lidl producten van de kerstafdeling shoppen. Dus ik heb allemaal leuke kerstbrood en zo. En lekker afbakbroodjes. En lekker chocolaatjes. En dan lekker hier zo'n amuse dingetje. Een pepermolen. Peperoomsaus. Lekker chips. Wat had ik nog meer? Oh ja, deze koekjes. Gewoon allemaal lekkere kerstdingetjes. Hier ook in de... Deze balsamico. Dus hoe leuk. Helemaal enthousiast. Helemaal blij. Had ik hier nog iets? Oh ja. Chocoladeballetjes. Ahornsiroop. En hele lekkere liqueur. Een karamel zeezout roomlikeur. Dat was zo lekker. Echt niet normaal. Dus dat. Dus ja. Ik ben er helemaal blij mee. Helemaal leuk. Ja, ik ga nu even lekker douchen en daarna lekker mijn bed in. Goedemorgen allemaal. Nou, goeie. Mijn oog is opeens helemaal een soort ontploft. Check dit gewoon. Hoe kan dat? Jongens, ik moest allemaal content opnemen en nu zie ik er zo uit. Het is trouwens dinsdag. Wat is het? Dinsdag. Een hele slechte morgen. Ik weet ook gewoon niet wat ik hier aan kan doen. Ik heb echt ziek puffy eyes. Ik heb even iPads opdoen. Maar dan gaat het niet verhelpen, weet ik wel. Nou, ik ga maar even een kakje boffie zetten. Zoals standaard altijd zegt. Ik snap echt niet hoe dit heeft kunnen gebeuren. Ik heb het zo druk. Ik moet zoveel content maken. En dan geef je me zo'n oog.
I don't know, but God is punishing me for something I don't know. I'm a good girl. So. Ik heb me even een beetje klaargemaakt. Love the look. Clean girl aesthetic. Ik ben laatst het weer helemaal goed bezig met sporten ook. Vanmiddag ga ik ook lekker sporten. Maar ik heb altijd een beetje honger voor lunch. Maar dan wil ik niet al vroeg lunchen. Dus dan neem ik vaak een proteïne shake om toch een beetje aan mijn protein goals te komen. Ik heb een nieuwe proteïnehuis van Body & Fit. En ik ben daar echt heel benieuwd naar. Ik heb de chocolate brownie flavor. Deze whey zakken zijn echt huge. En vanille ice cream. Ik heb nu zin in vanille ice cream. Dus die ga ik nemen. Ik zag dus ook op een site American Protein Pancake Mix. Dus dacht ik, oh mijn god. Hoe leuk voor de feestdagen of gewoon überhaupt om pannenkoeken te kunnen eten met proteïnes. En dan hoef je alleen water toe te voegen. Dus dat is echt fucking chill. Een kilo zak ook weer. Dus ja, ik ga dit binnenkort ook even uittesten in de vlog natuurlijk. Nou, toen dacht ik, als ik toch bezig ben, was ik ook heel benieuwd naar dit. De Smart Proteïne Chips. Proteïne chips smaken kaas, natuurlijk kaas. You know me, I love cheese. Hier ben ik echt ook heel benieuwd naar. Maar ik ga het allemaal voor jullie proeven natuurlijk. En verder had ik ook even een omega 3, multi-omega 3 besteld, want die was op bij mij. En een pre-workout. Ik merkte gisteren had ik dus pre-workout genomen voordat ik ging sporten. En het ging zoveel beter, het ging zo goed. Dus dat was echt top. Je kunt links in de beschrijving checken, zo ik het allemaal even zetten. En de mensen die mij kennen weten eigenlijk dat ik wel vaker bij Body & Fit mijn whey en zo haal. Ik vind het gewoon en lekker en cheap. En ik heb nu ook voor jullie een kortingscode met Sarah10. Krijg je namelijk 10% korting. Dus nou, dat is gewoon super chill. Super leuk dat Body & Fit heeft opgemerkt dat ik fan ben van hun producten. Goals! Ja, dat is gewoon echt goals. Echt thuis wel vaker gewoon überhaupt de vraag waar ik mijn proteïne dingen vandaan haal. En of ik überhaupt op proteïne inname let. In de zomer even wat minder, maar nu de winter weer is, ben ik echt weer volop aan het sporten. En helemaal bezig met proteïnes en weet ik het allemaal. Dus ja, dat is gewoon even een quick reminder to shop your goodies at Body & Fit. Body & Fit is eigenlijk... Bestaat het echt al zo lang. Het is echt een van de eerste bekendste merken. Daardoor ben ik er denk ik gewoon ooit mee gestart. Ik ga nu even een proteïne shake nemen. En dan naar kantoor. Hallo allemaal. Het is inmiddels 10 uur. De hele dag, de hele werkdag zit erop. Ik weet eigenlijk waar ik heb gevlogd vandaag. Ja, ik had gewoon gevlogd. Maar ik heb iets super cute opgehangen. Check dit. Oh my god. Hoe leuk is dit? Ik ben zo obsessed. De laatste tijd mijn autofocus is echt heel slecht. Maar dit is toch te cute. Ja, ik vind het echt helemaal leuk. Ik ga nu even lekker douchen. En make-upjes eraf halen. En lekker chillen. Ik heb lekker gedoucht en zo. En ik ga nu een film kijken. The Leave the World Behind. Met Julia Roberts. En hij schijnt helemaal een soort training op TikTok te zijn. Ik had vandaag op kantoor gehoord. Dus die ga ik nu even kijken. Girl, dinner. Goedemorgen. Nou ja, morgen is middag. Het is woensdag. Ik ben aan het werk, de hele dag. Long day. 9 to 5. 9 to 5. Met Working 9 to 5. Wat? Hoe gaat dat niet? Oh, working 9 to 5. Jezus, dat was laat. Ja, maar jij zong het heel raar. Wel. Nou, het is nu 5 uur. Ik ben klaar met werk. Dit ding stelt zo slecht scherp. Stelt scherp. Stelt slecht scherp. Ik ga nu snel naar huis. Ik moet alleen even wachten op Cecile. Ik weet niet waar ze is, maar ze komt eraan, denk ik. Dan ga ik daarna lekker sporten met Stam. Heb ik mijn telefoon wel bij me? Waar is mijn telly? Oh mijn god, ik zat hem net te zoeken. Ik zat net te vloggen. Waar is mijn telefoon? Thanks. Ik dacht, is dit je content telefoon of zo? Nou, dat heb ik niet. Oh. Nou heb je je keuze gemaakt. Leila gaat hier voorbij. Leila, kom. Een hele goede morgen allemaal. Het is vandaag donderdag. Ik ben vandaag net een dagje thuis. Vanaf kerstje neemt Isabel en Bo. En morgen kerstje neemt Anne, Nina, Sophie en Bo. Andere Bo. En ik moet... allemaal eten daarvoor voorbereiden. Dus vandaag gaan we boodschappen doen. We gaan een quiche maken. We gaan eten voorbereiden. We're gonna do a lot of things. Ik moet lezen. Ik ga sporten. Het wordt een helemaal drukke dag.
Dus om deze dag te overleven gaan we eerst maar eens eventjes een koffietje zetten. Want anders gaan we deze dag natuurlijk nooit doorkomen. Nou, we gaan eventjes boodschappen doen. Er moet heel veel gehaald worden. Maar gelukkig zit de appie om de hoek. En ik heb hier even alle cadeautjes uitgestald. Die ik ga geven aan de meiden. Allebei een Glay & Glow lipolie. Sol de Janeiro Bam Bam Cream pakketje. Twee pakketjes van The Ordinary. De beste setting spray die er is. Een CC cream allebei en iets voor je lippen. Voor Bo heb ik een hele mooie bronzer. En Isabel heb ik twee productjes van Yves Rocher. Een highlighter en een shimmerolie. Allebei de Olaplex nummer 3 en een mascara. Nou, dat is toch helemaal Christmas. Oké, hallo allemaal. Ik ben lekker een quiche aan het maken. Yum, zo leuk. Nou jongens, kijk dan. De quiche is bijna klaar. Gaat zo de oven in. Ik ben zo benieuwd of die lekker gaat zijn. Maar vast wel. Oh mijn god, het ruikt hier zo lekker. Hij is klaar. Maar ja, ik kan jullie nog niet zien hoe die van binnen is geworden. Hij is met spinazie en zo. Maar ik ben heel benieuwd. Maar deze is voor morgen. En verder voor vanavond heb ik allemaal voorbereidingen gemaakt. Ik heb lekker spicy tuna gemaakt en avocado, bosui. En dan heb ik rijst gekookt en dan ga ik die rijst frituren dat je een soort crispy tuna hebt. Dat ligt hier allemaal, godver, is helemaal ingedrukt. Dit moet nog helemaal hard worden. Maar mijn vriezer is 1x1, waardoor het allemaal niet past. Nou ja, komt al goed. Oké, ik ben terug van sport. Ik heb heel snel gedoucht, mijn haar half gefeund. Ik ga nu heel snel mijn make-up doen. En kijk, ik heb het al helemaal leuk versierd. Kijk nou, hoe cute. Leuke lampjes daar, cadeautjes. Nou, helemaal ready. Nou, alle cadeaus staan er. Jeetje, het slaat er echt helemaal helemaal nergens op. En kijk nou hoe geweldig dit er weer uitziet. Echt bizar. We hebben een steekje taart. Een soort cupjes met tuna en avocado en een garnalen. Ja, wat is het? Garnalen. Garnalen cocktail, maar dan met Hollandse garnalen en ja, grote garnalen. Geweldig. Heel en hier lekker. Nog een beetje tonijn over. Nou, smullen. Nou, wat een feestmaal. Een biefstuk. Varkenshaas. Aardappeltjes. En lekker asperges. Cool, de star, denk ik. Nee, dit is de lekkerste rode wijn ooit, hoor ik gehoord. Ja. Laten we zien. Biscardo Enigma Sangiovese uit Italië. Een heel erg aanrader. Nou, cheers! We hebben toetjes. Nou, ik heb mijn cocktail op, maar het was echt heerlijk. Lekker, hè? Het is een warme appelbol. Ja, je ziet het niet meer, maar... Ja, dat is niet normaal. Kom bij Leeuwtje Noorden. Okay, kom lekker een keertje eten. Reserveer wel. Ver op tijd. Kom op dinsdag of op donderdag, want dan ben ik er. Ja, kom dinsdag of donderdag, dan is het leukst. We hebben... Oh, nee. Nee, ziet niet. We hebben KFC besteld en ik heb mijn McDonald's sok aan. Gisteravond was het zo leuk. Ik lijk een soort Marsha van Beauty Girl. Even laten zien. Hier zitten die burger. We hebben ook drinken. Wat lekker. En die bukken, het is heel raar. Hé, hey, niet anders. Dit zijn die donut fries. Oh. Goeie. Pak me goeie. Wow. Deze is er echt tering. Ja, ik vind het niet normaal jongens. Kijk dan. Ik vind het echt lekker. Normaal is het niet zo lekker, maar die gebakken ui is ook lekker. Ja. Niet normaal. We achter van vandaag. En dan hebben we hot wings, toch? Ja. Daar is de kip wat juicier. Oh, zo chill dat je hier alles kan bestellen. Ja. Zo chill. Dat is niet normaal. Ik hoef gewoon die deur niet uit. Jongens. Gisteravond was zo leuk. Ja. Nou, dit is zo aan feesten, een club. We waren ook bij gewoon ergens naar de supermarkt chillen, dan was het gewoon zo gaar feest. Ook gewoon sowieso. Super vond ik nooit leuk.
moet je wel zeggen dat het eigenlijk wel leuk is omdat we VIP staan. Ja, dat denk ik ook. Dat maakt, als je daar als je in geen zaal, VIP staat, is het niet boeiend. Nee. Dan sta je in die zaal daar en dan sta je echt niet chill. Ook echt gewoon kut mensen. En dan sta je ook allemaal niet gezellig. Ja, ik wilde ook de zingerburger. Zag je die? Die wil nooit ja, op. Dat is zo. Oh. Ook spicy. Echt? Nee, dat is gewoon spicy in mijn mond. Ik heb het proeven. Lekker zo. Jongens, dit is niet normaal. Kijk hoe mooi dit is. Niet normaal. Op die champagne. Kijk al die cadeaus, jongens. Echt ziek. Het wordt een lange bingo. Dit is toch zo cute. Wat, met de bingo? Ja. Nee, bingo komt pas. We doen na elk gerechtje doen ja. Een rondje. Oké, die is het voor gerecht. Oh my god. Kijk dit dan, jongens. Zo lekker. Melanzane Torres, toch? Ja. Het ruikt in ieder geval echt fucking amazing. En wat heeft het effect van dat? Dat er meer zuurstof komt. Als je die 3 uur van tevoren karaffeert, eigenlijk decanteert, want het is jonge wijn. Ja, ik vertel dan niet of je het allemaal weet. Maar dan krijg je lucht, dus dan wordt hij eigenlijk nog lekkerder. Ja, ik volg je. Ja. Ik vind het heel interessant, mijn volgers denken ook. Ja, dus dan als er meer lucht bij komt, krijgt hij meer smaak, wordt hij nog lekkerder. Nou, je kent het helemaal. Oeh! Dus ik hoop dat het smaakt, jongens. Nou, sowieso. Kijk dit dan ook weer. Hij is niet normaal. Oh my god! Ik slag wel weer hier. Jongens, kijk dit. En wild and free. Goedemorgen allemaal. Het is zondag. Gisteren heb ik de hele dag in bed gelegen. Het is echt heel erg. Ik heb dit denk ik jaren niet gedaan. En ik voel me ook gewoon helemaal alsof ik een dag heb overgeslagen. Mijn stand was uit geweest. En ik had natuurlijk 2 dagen achter elkaar dat kerstdiner en zuipen. En I'm a fucking grandma. I cannot do it anymore. Dus heb ik gewoon mijn leven 2 dagen in bed besteed. Who am I? Echt. Hoe de fuck am I? Het is dus nu zondag. We zijn weer gelukkig een beetje bijgetrokken. Morgen is het maandag. Dus dan ben ik helemaal uitgerust voordat de week weer start. Dat scheelt. Ik ga gezellig naar mijn broer. Naar de baby. Heb ik wel eens vaker gezien in de vlogs. Maar mijn broer heeft liever niet zijn kinderen op social media. Wat ik begrijp. Dus ik kan helaas niet mijn neefje vol als trotse tante met jullie delen. Maar ja, het is echt niet omdat ik tante ben, maar het is echt de knapste baby ever. Echt iedereen zegt tegen mij, hoe kan die baby zo knap zijn? Het is zo lieverd. Dus ik heb zoveel zin om hem te zien. Dus ja, dat eigenlijk. Maar ja, oh ja, Stan was dus uit geweest. Dus die was ook echt helemaal kapot. En hij normaal heeft zijn voetbal op zaterdag, maar dus winterstop. Dus we konden gewoon allebei de hele dag in bed liggen. Nou, dat komt nooit voor. Dat komt nooit voor. Dus het was ook wel eens een keer lekker. We hebben gewoon de hele dag gebingewatched series. En wel in de avond lekker sushi besteld. Dat was echt top. Ja, het was wel heftig. Maar we zijn nu weer lekker de bed uit. Het is 11:15. Ik ga dus gezellig naar mijn broer een dagje. Zoveel zin in. En ja. Nou guys, wil ik hier eigenlijk alweer de vlog bij afsluiten. Het is alweer maandag. Ja, ik hoop dat jullie de vlog leuk vonden. Dus vergeet zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven. Op mijn kanaal te abonneren. En ja, natuurlijk te supporten op mijn andere socials. Allebei @sarahvervoerd op TikTok en op Instagram. En dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. En wens ik jullie alvast fijne feestdagen. Want dat komt er aankomend weekend voor jullie aan. En dan zien we elkaar snel weer. Doei!